In de wereld van de showbiz staat het niet slecht om over een bijnaam te beschikken. Want dat is iets wat enkel voor de allergrootste is weggelegd. Wanda Jackson heeft er twee. Haar goede vriend Elvis noemde haar Hurricane Wanda en de wereld kent haar als the first woman in rock and roll. Afgelopen zaterdag was de ondertussen 69-jarige zangeres in ons land op uitnodiging van de Seed Sniffers, de bekendste rockabilly band van Vlaanderen en grote fans van Wanda. Het is natuurlijk fantastisch om zo'n levende legende te kunnen ontmoeten en er dan nog iets mee samen te spelen. Dus we kennen ze ook al lang van op de platen. En nu kunnen we er dan iets mee samenwerken, dus dat is wel een unieke kans. Wanda Jackson, I'm your drummer for tonight. They are a rockabilly band, so they already know the feel of the music. And two or three of them are big fans of mine, so they knew the songs. And it just makes for a real comfortable rehearsal. Ze weet exact wat ze wil. Dat is prettig om mee te werken. We hebben ons ding gedaan. En komt goed. Ladies and gentlemen, let's hear it for the legendary Miss Wanda Jackson! Ik weet wat ze in de 50s gedaan heeft en dat is mijn favoriete spul ergens wat ze gedaan heeft. Maar anderzijds ben ik me er ook wel zeer van bewust dat ze eigenlijk niet in Europa, maar wel in Amerika een grotere ster geweest is in de latere periode met een aantal country hits. It just took a while, about 4 or 5 years for me to get a hit in a rock song. Mm. And that was Let's Have a Party. Given up. I said, well, they're just not going to accept a girl singing this kind of wild, frenzied songs and music. So I had already gone back to recording straight country when they pulled Let's Have a Party out of an album and it became a hit. Elvis came along, he just turned everything upside down. And then the rest of us fell in line with him. And it was just crazy there for a while. And the kids were the ones buying the records. But Elvis Presley encouraged me to try this. And when I recorded it, I think I found out where my niche was. I said, this, I think it's the real Wanda Jackson. Rock and roll is where I really found myself. Duidelijk nog niet aan haar pensioen toe.